Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van GTA Story Mode. En de hoeveelste video is het? Laat me even checken. Hey mensen, waarom begin ik met hey mensen? Voordat ik ga zeggen de hoeveelste video dat is, je had het in de... Oh ja, ik heb die... Die andere save game ook nog even gespeeld natuurlijk. Ik zal terug naar onze save game even switchen. Load game. Father, son, oké. Dat is hem. Normaal gezien is het hem. Maar wat wou ik zeggen? Ah ja. Met deze video erbij, ik heb hem nog niet geüpload, dus met deze video erbij moet ik nog maar 9 video's doen, maar als je wil weten nadat deze video helemaal is geüpload, dan moet ik nog maar 8 video's doen en dan heb ik de 1200 video's. Ja, ik heb al een klein aantal video's gemaakt, maar goed, als je de extra video... Weet je wat, de extra video dat ik gisteren had gemaakt, die tel ik je niet bij. Dus dit is de 6e GTA Story Mode video. Maar goed, we gaan dat vraagteken doen bij Franklin's huis. Maar goed, tot zo. Oh, net toen ik het knippen aanzette, waar was ik er? Maar, gisteren toen ik de video had afgesloten, stond hier een gigantische file door een vrachtwagen die niet er langs wou. Terwijl dat de auto gewoon zo stond. Maar goed, ik rij naar het vraagteken toe en dan zien jullie het zo meteen wel. Hey mensen, welkom bij Franklin's huis. We zijn hier bij de vraagteken. Ze is echt high, jongen. Holy shit. Die auto is kapot. Oké, let's go! Shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? Oké. Okay. We gaan auto's trekken. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I'm baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Tow truck. Let's go bring the cha-ching, homie. The cha-ching, homie. Zoals Tony hadden zegt. Zo heet die vrouw. Oh, radio wordt. Copyright music. Yo, we on that like ugly on your mama. JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that
back, and you know I'll make it right for you. Hey, look out! That ain't what I'm saying. Hey, I'm tired. What the fuck happened to you? Oh! Go to the abandoned car. Ga naar de verlaten auto, oké. Oh! Oh god, ik kan nog niet eens een telefoonpaaltje omver redden met een takenwagen. Maar ik kan wel andere auto's aan de kant duwen. Ah, my god. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Ga dat terug naar boven doen. This was not how I saw my day going. Keep an eye on the car. Jesus. Ja, tot zo. Elk ja. Deze missie is niet zo heel lang. Het is een vraagtekentje dus. Question mark dus. Oh, wow. Oh, die auto. Holy damn. Ik ben niet de beste chauffeur, maar ja, het werkt wel. Het lukt tenminste. Welke auto moet ik als volgende towen? Ja, dit is de enige. Ja, ik weet dat het de enige auto is. Ja. Zet gezondheid in de reacties, alsjeblieft. Oké, save mij. Pulling favors. We zijn 7 minuten en 35, ja, en 30 seconden eigenlijk bezig. We kunnen of de Franklin mission doen. Bij Franklin's house. Of we kunnen bij Michael's house doen. Weet je wat? Als volgende. In de volgende video gaan we deze Franklin missie doen. En dan de video daarna gaan we gelijk de Michael missie doen. Ja, dat staat vast. Nu moet ik het ook doen ook nog als ik zeg dat het vast staat. Maar mensen, dit is een iets kortere video dan normaal. Nog niet eens 10. Ja, net 10 minuten. Alleen nog niet, maar dat gaat het wel worden. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik weet ongeveer wat dat die Franklin missie eigenlijk al is. Heel veel schieten, ontsnappen van de politie in een civilian auto enzovoort. Maar het is 9 minuten in plaats van 10. Maar goed, like, abonneer en bye bye.